1-0 verloren van UNA. Had niet gehoeven volgens mij. Nee, dat had zeker niet gehoeven. Als je kijkt naar de tweede deel van de eerste helft, dan kon je eigenlijk gewoon op 2-0 voorsprong staan. Maar helaas, ja, hebben we het niet gedaan. Dat was misschien een beetje slordig in de laatste paas. We kwamen voetballend, deden we het aardig. Eerst 15 minuten waren we beter, maar daarna pakten wij het wel op. Gingen we wel een ander systeem spelen, gingen we even met mij aan de buitenkant en Henny dan hangend vanaf links. Er kwamen wat meer ruimtes achter die linksback ook vooral. En dat benutten we goed, alleen net de laatste paas was elke keer niet goed genoeg. Jij één keer zelf op de keeper af en een paar keer van rechts, hè? Want je kwam wel vaak langs. Ja, die op zelf de keeper af had ik misschien moeten stiften. Ik zat eraan te twijfelen, maar ik had de verdediger in mijn rug en ik dacht, ik ga er gewoon omheen. Maar ik kreeg de bal niet goed mee en die keeper kwam goed snel uit. Ja, en die twee keer vanaf rechts, ja. Ik had de eerste op Oepie beter af moeten leggen. Ik wou meer zelf schieten, maar ik hoorde van de kant en van de mensen om me heen. Oepie. Ja, ik had hem beter moeten geven. Maar die volgende andere voorzet was niet goed genoeg. Dat moest gewoon beter. Die keeper zat er een paar keer goed bij. Hè? Die hield UNA eigenlijk op de been. Ja, die keeper kwam een paar keer snel zijn goal uit. En een paar goede reddingen. Ja, maar wij hebben hetzelfde met ons keeper natuurlijk. Maar volgende week misschien wat scherp voor de goal zijn. Ja, wat overheerst nu? Ja, kleine teleurstelling natuurlijk. Ik bedoel, thuis wil je ze wel pakken. Zodat je daaruit misschien op een gelijkspel kan gaan spelen. Wat inzakken. En wij zijn op de counter natuurlijk hartstikke sterk. Maar ja, nu is het gewoon omschakelen. En we willen natuurlijk voor die tweede divisie gaan. En ik denk gewoon dat er natuurlijk mogelijkheden liggen. Het is een snel veld, daar heb ik gehoord. Het is een kort kunstgras. Dus we moeten profiteren van de snelheid die we hebben. En hopen dat ze het vizier zaterdag wel op scherp staat. Ja, want tegelijkertijd teleurstelling, logisch. Maar je laat wel zien dat je goed mee kunt met zo'n ploeg uit de tweede divisie. Ja, maar daar heb je uiteindelijk op zich niks aan. Dat hebben we al eerder laten zien in de beker. Tegen Katwijk konden we ook leuk meekomen, maar ja, dan verlies je hem ook. En uiteindelijk draait het in hoe hoog je speelt om de kans afmaken en het rendement. En dat was vandaag gewoon onvoldoende. Wat vond je van UNA? Stugge ploeg. Ze vochten wel voor elke bal. Het is moeilijk te zeggen verder. Ik bedoel, we hebben ook een lang seizoen gehad. Veel wedstrijden, maar een aardige ploeg. Ze waren wel af en toe een beetje vervelend met de overtredingen, maar goed, dat hoort erbij en daar moeten wij op inspelen. En hopen dat we het zaterdag iets beter kunnen doen en met een winst vandoor kunnen gaan. Je had er nog even aan de stok met iemand, hè? Ja, dat hoort bij voetbal, joh. Dat is tijdens de wedstrijd even elkaar belachelijk maken en dan is het na de wedstrijd gewoon weer even goede vrienden als voorheen. Ik bedoel, dat is voetbal, je hoort elkaar een beetje uit het spel te halen en daar hoort ook een opstootje bij. En je komt zaterdag weer tegen? Ja, dus dat hoort er gewoon bij. Zaterdag mogen we mooi naar het verre Brabant. Kijken of we daar nog iets moois kunnen stunten.